Wat schiet je op met een puntje, Romeo? Ja, als je de wedstrijd ziet, denk ik dat je toch blij moet zijn met het punt. Maar in principe toch niet heel veel. Maar in dit geval, dit soort wedstrijden moet je ook zorgen dat je ook niet verliest. En dat hebben we vandaag gedaan. Je komt weer van een achterstand terug. Dus in dat opzicht denk ik dat je toch tevreden moet zijn met het punt. Ook al hadden we graag 3 punten gehad natuurlijk. Het rommelde en het knetterde afgelopen week. Het moest anders. Was dit het antwoord? Ja, ik denk qua strijdbaarheid en vechtlust was niet heel veel goed voetbal vandaag. Maar als je ziet hoe we met z'n allen ten strijde gaan, denk ik dat we dat moeten vasthouden. Hoe we eigenlijk daarvoor die 9 wedstrijden hadden gespeeld. En tegen AZ en die andere wedstrijden toch dat het een beetje loszand was. Dus de eenheid kon je vandaag wel goed zien op het veld. Hoe moeilijk was deze week geweest? Ja, als pittig. Ik bedoel, je hebt toch een tikje gehad en dan wint Roda ook. En dan komt er extra druk op zo'n wedstrijd te staan. Maar ik denk dat we het goed hebben aangepakt met z'n allen qua strijdbaarheid. En dat je uiteindelijk geen 3 punten hebt, denk ik dat je dat de koop moet nemen en het moraal moet nemen naar volgende week en naar de komende wedstrijden toe. Jouw goal, er viel over veel situaties in deze wedstrijd een hoop te zeggen. Om met jouw goal te beginnen. Buitenspel of geen buitenspel? Ik heb het zelf niet gezien. Ik zag dat ik best wel veel ruimte had tussen de 2 verdedigers in. En Sander die speelt die bal in de ruimte. En ik loop vol door en ik ga vol voor het schot. En in dat geval, keeper komt als een gek uit en die raakt op mijn knie. Dus ik kan heel veel zeggen, maar uiteindelijk telt die goal. Ja, en dan houdt heel het stadion het hart vast. Want hoe is het met je klokspel? Ja, toen ik die tik kreeg had ik heel veel pijn. Ik was blij dat ik mijn been in de lucht had. Waardoor de klap iets minder hard aankomt dan wanneer je been vast staat. Ja, hoe zie je het? Was het een aanslag? Getorpedeerd? Of? Ja, ik denk dat het een aanslag is. Want ik zie hem nog vooruit komen en hij zet zijn been vooruit. Maar hij is na de wedstrijd geweest. Excuses aangeboden. En in dat geval nu heeft het een goed einde. Omdat het niet iets heel, heel ernstig is. Maar voor hetzelfde geld heb ik een beenbreuk of een kruisband die je scheurt. Dus dat zijn momenten die zijn geweest. Maar hij is toch geweest. En in dat opzicht excuses aanvaard. Nou, voor jou loopt het goed af. Voor ergens heen loopt het ook een beetje goed af. Want ik heb het idee dat je met dit gevoel de volgende week in kan. Met weer 2 hele belangrijke wedstrijden. Ja, zeker. De week begint morgen alweer. En zodoende denk ik dat je toch met het vertrouwen en met die teambuilding de komende wedstrijden aan moet gaan.